Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Assito. Leuk dat je kijkt naar Heracles TV. Straks in deze uitzending een vooruitblik op de thuiswedstrijd tegen Ajax. Eerst gaan we naar afgelopen dinsdag, toen Heracles het in de eerste ronde van de KNVB-beker opnam tegen tweede divisionist ASWH. Heracles speelt in de blauwe shirts en is natuurlijk zwaar favoriet in deze partij. En ze gaan flink van start hier met Fadiga, de rechtsback. Hij schiet voorlangs Noah Fadiga. In de openingsfase vele aanvallen van de Heraklieden. Kaliata met de voorzet en daar is Fadiga weer nu. Teistert hij de lat. Zo blijft Noah Fadiga dus de gevaarlijkste op het veld. En dat blijft hij nog wel even, want daar gaat hij weer. Dendert weer naar voren, nu het zijnet. ASWH doorstaat de storm van Heracles. Hier is Azawi. Azawi naar Vloed. Vloed met een gelukje uit de draai en dan is het raak. De voorsprong is verdiend voor de ploeg uit Almelo. Vanaf 11 meter afgelopen weekend ging het wat lastiger. Gepruts achterin bij Heracles in de tweede helft. Dit is Luc Admiraal en Luc Admiraal scoort. 19-jarig talent had bij Jong ADO kunnen voetballen, maar koos voor ASWH en hij is geliefd. 1-1. Zou het kunnen? Zou ASWH kunnen verrassen? Ze gaan in ieder geval door. De schroom van zich afgegooid. En daar een mogelijkheid, een grote kans voor Pires op aangeven van IJsden. Redding van Buker. Opnieuw ASWH in de aanval. Weer over de linkerkant, nu snapvangers, de invaller erbij. Kansje voor opnieuw Pires. Het publiek gelooft erin. En waarom niet? Heracles wilde tanken aan het vertrouwen in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax dit weekend. En komt hier gelukkig op voorsprong. Het is een heerlijke eigen goal, dat moet gezegd. Er is dan nog tijd voor opnieuw een treffer. Een poging in één keer. Mislukt van Pires en dan is het snapvangers. Redding in de korte hoek van Buker. Aan het einde van de wedstrijd komt Heracles op 3-1. Rijvloed met zijn tweede. En 3-1 dus voor Heracles uit bij ASWH. Zaterdagavond staat de thuiswedstrijd tegen Ajax op het programma. Een bijzonder duel voor Ajax-doelman Remco Pasveer, die tussen 2006 en 2014 onder contract stond bij Heracles. Op dat moment had ik het gevoel dat ik hier meer kansen zou krijgen bij Heracles. Dus, gekozen voor Heracles lag meer een plan uit voor mij. En ik wist bij Twente zat Boske, die ging nog heel lang door. Dus ik heb toen voor mezelf gekozen en zodoende voor Heracles. De beginjaren waren we echt aan het vechten om erin te blijven elke keer. En dat deden ze echt heel goed. Toen ik kwam ook, was het toch een beetje net boven de streep, richting middenmoot. Ik denk dat we daar een paar hele goede jaren hebben gehad en de fundering hebben gelegd voor wat Heracles nu heeft. Jaar onder lat gestaan zonder een wedstrijd te missen, denk ik. Dat was denk ik een beetje meer het keerpunt van dat wij vochten voor lijfsbehoud of dat het wel goed was dat we erin bleven naar een stabiele middenmotor. In mijn tijd was Peter Bos de trainer. Peter was iemand die het spel wel, het publiek wel vermaken. En
ja, dat hoort eigenlijk ook bij het voetbal, want ja, de mensen komen naar het stadion om wat te zien. En ja, dat stond bij hem wel hoog in het vaandel. En ik denk ook dat het ons die jaren wel absoluut gelukt is. Tenminste, thuis zijn er weinig ploegen die van ons gewonnen hebben, denk ik. Dus ja, in die zin ja, maakt Heracles echt een hele goede stap door, ja, door meer naar de middenmoot te kruipen en daar zichzelf te vestigen. Ja, bekerfinale gehaald natuurlijk met Heracles, wat speciaal was. Helaas niet gewonnen van PSV. Maar ja, ik denk dat het sowieso alle jaren wel heel speciaal was. Dus voor mij ben ik 4 keer door de supporters uitgeroepen tot beste speler van het seizoen. Dus dat zegt dan wel iets, zeg maar. Dat je heel stabiel bent geweest en voor die jaren toch belangrijk voor de club. En ja, dat gold van twee kanten, want de club was natuurlijk belangrijk voor mij in mijn carrière om weer wat stappen te maken. En, ja, en daar heb ik dus uiteindelijk ook weer te danken dat je dan ook weer hier nu zit, zeg maar, bij Ajax. Tenminste, ik denk dat je bij elke club stappen maakt en leerprocessen doormaakt om verder te gaan. Dus ja, ook ik heb heel veel aan Heracles te danken. Remco Pasveer maakte van Heracles Almelo de overstap naar PSV. Na 3 seizoenen in Eindhoven en 4 seizoenen bij Vitesse staat Pasveer sinds dit seizoen onder de lat bij Ajax. Dat was eigenlijk een last minute vanuit Ajax kant. Ik was in principe... Ja, waren we bijna met Heracles, of met Heracles, met Vitesse eruit om voor een nieuw contract. En toen kwam Ajax om voor een 2-jaar contract in februari ergens. Toen heb ik gezegd van ja, moet je snel zijn, want Vitesse wil ook graag weten waar ze aan toe zijn. Ja, toen waren we eigenlijk binnen een week wel uit. Ik heb het zeker naar mijn zin en ja, ik speel ook veel wedstrijden. Dus dat geeft zeker een fijn gevoel als je speelt en deel uitmaakt van de 11 die het veld op gaan, dus nee, ja, het valt eigenlijk heel goed. Hoog niveau, jongens die ja, vanuit de jeugd dingen meekrijgen, technisch heel goed zijn, inzicht. Dus dan zie je gewoon absoluut dat het eraf spat, zeg maar, de talent. En dan moeten ze het uiteindelijk nog laten zien in het veld en ja, dat doen ze eigenlijk allemaal. Dus nee, er is absoluut een groot niveauverschil. Bij Ajax maakte hij de afgelopen weken ook minuten in de Champions League. Ajax pakte tot nu toe de volle buit in de groepsduels tegen Sporting Portugal, Besiktas en Borussia Dortmund. Ja, dat zijn mooie wedstrijden natuurlijk. Helemaal met supporters nu natuurlijk, dat is sowieso al geweldig na zo'n coronajaar. Maar dat zijn mooie wedstrijden. De sfeer is ongekend en de hele sfeer na de wedstrijd toe voel je dat de spanning al opgebouwd wordt. Dus ja, dat zijn geweldige wedstrijden. Voor mij is het eigenlijk een beetje zoals altijd. Ik hou van veel trainen, maar met wedstrijden is het natuurlijk iets lastiger. Omdat je toch een bepaalde ritme moet zien te vinden dat je niet overtraind bent, vermoeid bent in de wedstrijden. Dus er wordt heel erg uitgebalanceerd vanuit de club ook. En bij Ajax zijn ze natuurlijk gewend om zo te spelen. Dus dat is op zich niet zo'n probleem. Je zit veel in het herstel ook. En de trainingen wat je normaal bij een club als Vitesse, zeg maar, hebt, als je geen Europees of bij Heracles hebt, dan heb je meer een langere week naar een wedstrijd toe. En nu zijn ze kort op elkaar en ik moet zeggen, het valt wel goed. Dus ik vind het altijd leuk om om bij Heracles weer thuis te komen, zeg maar. Dus nee, ik kijk er altijd naar uit om hier een wedstrijd weer te spelen, absoluut. Ik heb altijd nog een band met Heracles. Wat ik zeg, in het team is er niemand meer waar ik mee samengespeeld heb. Maar om het team, René Komschot is er nog, Brian Verlooy is trainer. Bij de ticketing en in de directie ken ik allemaal nog mensen, dus teammanager. Dus ja, zo ken je nog veel mensen. Dus ik kom meestal wel 1-2 keer in het jaar nog even langs om een beetje bij te kletsen. Ik verwacht gewoon dat ze weer een goede middenmotor gaan worden. Tenminste, ze hebben een leuke selectie en ja, het kan altijd spoken in Almelo, dat weet ik. Nou ja, we willen blijven staan waar we staan. Dus, en dat is denk ik de belangrijkste taak. En in de Champions League willen we graag overwinteren. Dus daar zullen we alles aan doen. Navajo Bakboord maakte afgelopen weekend na 2 jaar weer minuten voor Heracles Almelo in de Eredivisie. De 22-jarige rechtsback liep in november 2019 een zware knieblessure op. Ja, ik was interlandperiode mee met Nederland onder 21. Speelde een wedstrijd in Frankrijk tegen Frankrijk uiteraard. En heel ongelukkig moment viel iemand op mijn onderbeen, waardoor mijn bovenbeen bleef, zeg maar, rechtop staan. Dus heel vervelend moment. Direct daarna hadden we nog geen
benul van hoe ernstig het zou zijn, want alles was best wel oké, zeg maar. Alle testen, een beetje dik, een beetje stijf, maar ja, dat kan wel door zo'n klap gebeuren. Dus ja, ik was best wel positief en de klachten gingen na een week nog niet echt weg of werd ook niet beter. Dus toch voor de rest voor de zekerheid een MRI gemaakt en daarop zag je wel dat de kruisband was niet meer intact, zeg maar. Dus echt het eerste moment dat ik het hoorde, toen zat ik met de arts aan de tafel en ik weet echt dat alles gewoon even stil, ik hoorde helemaal niks meer. Ja, gewoon geen flauw benul wat ik eigenlijk moest denken en je weet met dit soort blessures dat je een tijdje aan de kant bent en ik was goed bezig, zeg maar, aan het seizoen en ja, ik speelde ook, dus het was een heel vervelend moment voor mij. Ja, eigenlijk ga je na de operatie ben je al, zeg maar, is al dag 1 van je revalidatie en dan gaat de knop meteen om en dan moet je keihard werken om weer terug te komen, zeg maar. Veel tegenslagen gehad, meerdere malen geopereerd geweest. Maar ik ben blij dat dit allemaal goed is gekomen, want veel doktoren en specialisten hadden er een hard hoofd in. En ik denk dat wel een stukje van mij is dat ik toch altijd blijf doorzetten en goed is gekomen en dat ik natuurlijk mijn rentree mocht maken. Ja, ik wist het zelf al, want Noah Fadiga had 4 gele kaarten en bij de 5e ben je geschorst. Dus op het moment dat hij gele kaart kreeg tegen Go Ahead, toen wist ik al dat ik zou spelen. Je leeft er gewoon rustig naartoe. Tussendoor had ik nog een oefenwedstrijd met de 2e van Heracles, dus dat was ook nog lekker om, zeg maar, daar even lekker te spelen dat je met een goed gevoel naar de andere wedstrijd gaat van PEC. Toch iets moois weer in mijn carrière. Ja, je krijgt niet echt het besef dat je je rentree hebt gemaakt, omdat ik was heel hoog in mijn emoties van het verliespartij. Maar als je dan daarna je familie spreekt, mensen die hebben gekeken, trainers, assistent, die spelers, die ook zeggen dat ik een goede pot heb gespeeld, en zeker na 2 jaar, dan geeft het mij wel een goed gevoel en dan kom je weer wat tot rust en dan denk je van eigenlijk dat ik best wel blij ben dat het is gebeurd en dat ik best wel redelijke wedstrijd heb gespeeld. Sinds ik hier speel heb ik nog niet tegen Ajax gespeeld. Ik ben natuurlijk geblesseerd geraakt, 1 wedstrijd voor Ajax uitgerekend. En ja, natuurlijk hoop je op minuten of dat ik mag spelen of invallen. Ik denk dat iedereen dat wel hoopt tegen Ajax. Maar het is natuurlijk wel iets speciaals. Ik heb daar heel lang in de opleiding gezeten. Dus zeker wel een speciaal gevoel voor mij. Natuurlijk wordt het een lastige wedstrijd. Ajax is een goede ploeg, hebben we meerdere malen gezien. Maar we weten ook wat onze kwaliteiten zijn. En we weten ook dat ze het lastig hebben hier thuis tegen ons. Dat hebben we vorig jaar bewezen. Dus we gaan er sowieso voor. En we weten dat we ook punten nu moeten behalen. Misschien is Ajax niet de tegenstander waar we het meest in verwachten, maar we kunnen het elke tegenstander sowieso lastig maken. En dat gaan we sowieso doen aankomende wedstrijd. Heracles Almelo tegen Ajax begint zaterdag om 7:15. Duels tegen Ajax staan vaak garant voor veel goals en spektakel. Daarom sluiten we deze uitzending af met de mooiste Heracles goals tegen Ajax in de afgelopen seizoen. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Assito.